Who survived? Montez and myself. Cole, some others. Did Captain Cole get your guys killed? What? No. Isn't that how you felt about it? Deep down? You know, in Bosnia, I lost 4 of my closest friends. Rocket attack. The guy that was on OP was sleeping. I was fucked up for 6 months. Thought about killing him. We all talked about it. I still think about how he failed us. I'd feel sorry for you, but I feel more sorry for your buddies. Because they never knew who you really were. They would have understood. Would you? Would you understand turning on your buddy? For the enemy? The Russians weren't our enemies. They killed your fucking friends. Hold on, hold on. Now, at the same time you were in the field in Iran, we intercepted burst transmissions between Dima and his handlers in Kiev. He was in Iran as well. Why was Dima in Iran with the Russians? Dat vind ik een hele goede vraag. Hoi, ik ben Nature van Naturas Gaming. Kijk naar Battlefield 3. Ik zie een kleine ruimte, mensen met gasmaskers. En er ligt iets onder ons. Height sensors, het zal wel een vliegtuig zijn. Ha, dit wordt leuk mensen. Ja, we gaan springen. Oh, ik verheug me er nu op. Ja. Ze zitten allemaal Russisch te blaren. Mijn naam is Dima in dit leveltje. Dus misschien kennen jullie me nog van Parijs. Maar ja, Dima, daar gaat het om. Ja, zet je pakje goed vast. De red is on, Ja, eerste keer hoorde ik het ook al. Oké, hier komt die mensen, hier komt die. Oké. Sorry, ik ben een beetje aan het lezen wat ze aan het zeggen zijn. Oké. Green is on, Time to jump. Oké, man. Dit wordt echt geweldig. Woo! Dun dun dun. Dice weet de muziek wel mooi te plaatsen. Oké, in een bos. Oeh, we landen wel mooi midden in een bos. Oké, nu moeten we onze tube gaan vinden. Ik heb het even nagekeken. Dit. Hiernaast nog een missie, maar die telt niet echt, zeg maar. Maar dit is dus eigenlijk de laatste serieuze missie. Oh, als je dat is een patrol. Ah, we can use their truck to get to the villa faster. Zijn dit Amerikanen? Ja, dat zijn Amerikanen. Oké, ik ga nu weer normaal praten. Holy, die physics! Hey. Holy. Schiet hem allemaal dood. Nou mensen, dit is dus de PP 2000, dit wapentje. Hey, kom jij eens hier? Zo. Ik wil. Oh. Ik wil een scar. Oh, kijk, nu gaan jullie dit dus ook zien. Dit hebben jullie natuurlijk nog nooit gezien. Zagen jullie dat? Nee. Oké, kijk.
Hé, hij wil het niet doen. Oeh, ik ga er zo hard aan. Oh ja, kijk. Zagen jullie dat? Zagen jullie dat? Kijk. Woep. Hij zet die buik op neer. Maar daar. Ze moeten echt even een hoofd laten. Oké, ik ga nu die bipod neerzetten. Zo. Nu is het richten echt heel accuraat. Waar zit hij? Ja, nu ga ik gewoon naar hem toe hoor. Oh, daar. Andere kandidaten. Oh, hello. Ik vraag me toch echt af wat het voor mensen zijn, want ze schreeuwen duidelijk Russisch. Oké, move over here. Gaan we doen. Oh, dat is de tube. Wacht even. Ik zag een F2000. Kijk, kijk, kijk. Oké, open tube. Nou, dat ging mooi met mijn handen en zo. Oh, oké. Toen had ik weer hele andere wapens. Mooi. En nu gaan we de truck gebruiken. Ik moet echt normaal gaan praten. Ik ga deze missie trouwens proberen in één keer uit te spelen. Move. Ik ben er al naartoe gemoved. Oh, hey. Open the door. Хорошая идея насчет машины. Давайте давайте давай дороги. Последние спутники его изображения показали большую оживленность на вилле. Окей, мы moeten nu blijkbaar naar een huis toe om iemand te vinden. Значит, если сразу поедем на виллу. Окна затемнены. Mensen, deze lag is een beetje irritant. Ik zal hem even gaan fixen. Proberen. Zijn we weer. Смотри. Мешайся с конвоем. Мы проследили за ними внутрь. Молодец. Может быть, часть на нашей стороне. Я yeah, hope that luck with us is. Ooh, this one. Ik weet niet echt waar het hier over gaat. Отлично. Oké, het is dus een soort van race tussen de Russen en de Amerikanen. Nu zijn we even de Russen, vorige aflevering. Heb je die nog niet gezien? Druk even linksboven. Waren de Amerikanen. We moeten iemand te pakken krijgen. En ze willen hem levend. Mooi. Ворота. Что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 ну. Бля. Окей, вот думаю. Hier kunnen we duidelijk niet verder. Вон, белогист. Дима, они нас не пропустят. Возьми, который спереди. One at the right. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай. Zo! Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Oh, ik moet daarheen. Oh, dit is trouwens ook een van de leuke wapens. Oh! Oh mijn god. Oh, een silenced AEK. Oh! Oh, dat is scorebereik was, dat is niet handig. Zo, die RPG Moser. Oh. Oh mijn god.
Waar kwam hij opeens vandaan? Nou, uit de auto dus. ik ga zo vaak dood. Ja, maar gelukkig hoeven we dat niet zo heel veel om weer te aanschouwen. Want dit is de ene laatste missie. En daarna komt de co-op. Oh, dan ga ik natuurlijk ook heel veel dood. Want de co-op schijnt moeilijker te zijn dan dat andere gedoe. Deze dus, de singleplayer. Ik weet niet, wat is dit? Ja, we snappen nu wel dat jij dingen wil schieten. Ja, kom dan. Hij heeft echt iets met auto's neerknallen. Kom maar hier. Kom jij ook maar hier. Anyone else? RPG, kom hier man. Gewoon doorlopen, mensjes. Niet een beetje blijven wachten hier. Rusje werkt ook altijd in de multiplayer. Use the pipe. Oh, die pijp. Oké, we gaan door de pijp. Dan gaan we rennen. En doorrennen. Nog een beetje doorrennen. Oh, hey. En tango down. Oh, niet helemaal. Nee. Ah man, ik ga zo maar dood. Het is wel een mooi gasveldje hier trouwens. Holy, zo'n huis wil ik ook. Lux! Wat is dit trouwens voor? Oh, dat is een... Staat hippe muziek op, man. Lekker zwemmen in het zwembad. Ik rap met de muziek mee, want ik kan niet rappen, dus ik doe het toch. Mag ik? Provide support if I... Oh, sorry. Wat? Oh, ik moet die kant op. Sorry. Ja, kijk, dat dacht ik al. Holy de... Wat de heck is dit echt voor wapen dan? Oh, we mogen weer thermal snipen. Boom! 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 En het was ook nog een ladder. Oh, hier. Boom! Boom! Oh, sniper. Ik weet niet sinds wanneer ze RPG snipers noemen, maar oké. Boom. 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 Oh, dat is wel een sniper, ja. Show your pretty face. Show your pretty face. Epic muziek voor de win. Jij moet nu echt je plek gaan houden. En jij ook. En hier naar buiten was ook een. Jij ook. Precies. En jij ook. Iemand anders nog? Want nu heb ik echt genoeg van dat deze mensen me de hele tijd een beetje lopen te irriteren. Stom te doen. Echt. They're inside the perimeter, you sound friends now. Alle soorten accenten hier. Defend the safe room. Jij bent dood. Eén keer schieten met dit ding is genoeg.
Ik zit nu helemaal boven te zijn en zo. Kafarov, blijf hier. Jij bent van ons. Als ik hem niet als Amerikaan kan pakken, dan maar als Rus. Oh. Oké, hier ligt iets beters. Waar ligt hij? Waar ligt hij? Waar ligt hij? Hier, kijk. Zo. Dit ding. Beast mode engaged. Oh. Oh, ga niet voor me lopen, Matketel. Ik ben mensen aan het doodmaken. Oké, okay, klaar? Oh. Er komt hij nog even met zijn silly RPG'tje aan. Zet het terwijl ik hier gewoon een dikke M60 heb. Oh. Go, 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 go! Sorry, ik ben een beetje druk vandaag. Maar des te meer drukte, des te meer vreugd. Zo zullen we het maar doen. Kom hier, ja. God. Wing, wing, wing. Cover us if you can. Nou ben ik ineens weer een... Oh nee, niet nu opschaan, alsjeblieft. Niet nu op, hij is op. Dan moet ik weer een half uur reloaden. Oké, dan kan ik deze weer reloaden. Oh, ho, 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 ho. Ik wil het met M60 reload niet omschieten. Ze spelen hier wel heel veel met RPG's in dit huis, trouwens. Die komt nooit aan. Kafarov is on the way to the helicopter. Hold them off and then fall back to the main gate. Uh-oh. Komt de helikopter aan. Oh, wacht, hier ligt een. Hier ligt iets. Oké, dit is wel ietsjes fijner dan deze rot M60. Ik vind tegenwoordig alles rot, mensen. Oké. We moeten Kafarov pakken. En levend ook nog als het kan. Or downstairs. Ik weet niet eens. Oh, damn it. Waarom gaan mijn wapens altijd op als ik ze nodig heb? Zo stom is dat. Allemaal van die lichtjes! Oh. Oh. Oké, nu heb ik genoeg van. Granaat! Met die granaat was dan ook meteen afgelopen. Oh, oh. Dit wapen heb ik namelijk nog niet in de multiplayer, daarom wil ik hem niet. Там была дверь сзади. Дима, посмотри, можно ли их обойти. Oké, ik moet hier naartoe. Er komen twee van die schiet ding tevoorschijn. Wat doen deze mensen in die trainingkamer? Ga ik... Oh. Ik schiet op alles wat beweegt, dus ook die schietdingen. Damn it. Hé, hey, ik wil de hele tijd op die dingen schieten. Dit is wel een mooi gedaan van Dice.
Maar zorgen. Gas. Moeten we dan misschien niet even iets van gasmaskers opdoen, Kirill en Vladimir? Stom zijn ze. Wow. Wow, 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 wow. Dan gaat de muziek. Oh, oh, ik hoor een helikopter. Yes! Ik zit eraan. En nu Kefferov nog, hè? En het geluid valt uit. Oh nee, wacht, dat hoort. Good day, Kefferov. Oh, dat is wel nice hier dan. Safe deposit box in Geneva. Take it. Take everything in. I don't have them! Do you understand? It's the U1. It's not... Ah! It's Solomon! Ik wil stoppen met slaan. Listen, I have information about Solomon. I know what he's planning. I know where the suitcases are going. Let's make a deal. My freedom for information. You let me go, I tell you everything. I tell you where Solomon is going. I know what he's doing and where doing and where. Okay, dan. So you drive. Ja, dit zien jullie de volgende keer als Nature van de Tourist Gaming. You and whoever's left, you Cole Montez. Now, if I'm in your shoes, I'd be thinking about my friends. I'd be wondering what I could have done differently. I might even be wishing it had happened to me and not them. So you get to Kafarov's villa, ahead of the main forces of Russians, ahead of everybody. Not everybody. Dima was there, wasn't he? And you made a decision. You made a fucking momentous decision about your life and your allegiance, about how much you're willing to do for your country. You don't know anything about the decisions I had to make. Tell us what it was then. Convince me. We split up to search the villa. I was alone. En ik was Nature, ja, dat zei ik daarnet ook al, ik was Nature, maar de missie blijkt nog niet afgelopen te zijn, dus we gaan gewoon lekker door. Jullie helemaal blij, ik ook blij, woe! En ik ben nog steeds druk, mooi. Ik heb de hele missie overnieuw moeten spelen, maar ja, lekker boeiend. Het is Battlefield 3, dat is leuk. Do not do anything stupid. This piece of shit right there, I stole. Three nuclear devices from Russia and sold it to a man called Solomon. Solomon's using the PLR. He has at least two targets, New York and Paris. He's using public transit to move the weapons. He's going to detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. We can avert war between our nations. Just two of us. No politicians. No money changing hands. Just two soldiers speaking the truth. Help me. Help me to do this. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get down on the ground! I said get down on the ground! Moet ik schieten? Oké, blijkbaar moet ik schieten. Nou ja. Dan doen we het even opnieuw. Het is wel stom dat je dat gewoon opnieuw mag doen dan. Oké, dan moet ik weer helemaal naar die gozer toe rennen. Geweldig! Hier zit duidelijk een grenade launcher onder, maar die kan ik niet gebruiken helaas. Oké, het komt er dus op neer dat ik die Amerikaanse soldaat neer moet schieten. Dat, Do not do anything stupid.
this piece of shit right en hij legt me nu het hele verhaal uit. En nu moet je het helemaal opnieuw horen. Solomon. Maar gelukkig Solomon kan ik eroverheen praten. Hij heeft at least 2 targets, New York en Paris. Hij gebruikt public transit om de wapens te move. Hij gaat de detonate the New York device at Times Square very soon. This cannot happen. No, of course it can't. Oh, nee, wacht, nu ben ik weer Amerika. No, of course it cannot happen. Just two of us. No politicians. No money changing hands. Just two soldiers speaking the truth. Oké. Okay. Mag ik nu een Amerikaan neerschieten? Daar heb ik zin. Oh. That's it. I have to leave now. You don't shoot him. Millions will die. Get down on the ground! Remember, do whatever you have to do to stop Solomon's plan. Wie was dat die ik heb neergeschoten? Wie was het? Dat was dan wel het einde van de missie. Volgende missie wordt de conclusie. Ik was een eentje van Naturals Gaming.